Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom bij een interview in een serie interviews die allemaal opgenomen zijn op een bijzondere locatie, zoals gebruikelijk. Um, de locatie vandaag is de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. We zitten op het podium. Normaal zit de zaal vol, vandaag niet. Dat zegt niets over ons, uh, want u kijkt gewoon met z'n allen vanuit. De thuissituatie naar dit gesprek. Een gesprek met Klaas Aantjes, uh, partner bij Aantjes Zevenberg Advocaten. Um, ja, gespecialiseerd in letselschade en civiele cassatie. Uh, en dan in de meest brede zin van het woord, vermoedelijk. Ja, of, uh, ja hoor, nee, maar uh, de cassatiezaken, dan beperk ik me niet alleen maar tot uh, letsel of aansprakelijkheid. Dan gaat het gewoon dan, in de dan, hele. Dan, ja, niet alles, maar heel veel. Yes. Welkom. Uh, we gaan het hebben over een arrest van de Hoge Raad 2022. Daar staat boven, wat mij betreft, de directe actie in het verzekeringsrecht. Uh, wat is hier aan de hand? Het is wel een beetje een technisch verhaal. Um, ja, daag me uit. Ja, in, in het jaar 2000 uh, wordt iemand aangereden, en uh, dan heb je de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Uh, je bent dan natuurlijk verplicht verzekerd. Ja. En dan kan het slachtoffer kan dan, uh, de, de, de verzekeraar rechtstreeks aanspreken. Ja. Op grond van artikel 6 van Ik de wet. Ik heb schade. Ja, wet verzekering motorrijtuigen. uw cliënt heeft mijn schade brokken. Precies. En dat gaat dan eigenlijk buiten de schadeveroorzaker om. Je kan de, de verzekeraar rechtstreeks ja. aanspreken. Heb je daarnaast heb je in de wet ook nog de zogenaamde directe actie, dat staat in artikel 954 van boek 7 BW. Als je een vordering hebt op, uh, op iemand, dan, uh, dan kun je naast die persoon ook nog de verzekeraar aanspreken. Dat is geen rechtstreeks recht, uh, maar dat loopt dan via die. Eigenlijk moet je dan dus ook nog de verzekerde zelf aanspreken, naast de verzekeraar. Maar dat heeft wel tot gevolg dat de uitkering. Van de verzekeraar rechtstreeks naar het slachtoffer gaat. Maar het is een verschil tussen die, dat rechtstreeks recht en de directe actie. Niet om het nog technischer te maken, maar wel nieuwsgierig waarom je voor weg 1 of weg 2 zou kiezen? Um, weg 1 is, is de beste. De, hè, artikel Uiteraard, 6 van de WAM, dus, ja. hè, daar heb je dat, dat rechtstreeks recht. Nou, in deze zaak had die, uh, het slachtoffer ook de verzekeraar aangesproken. Dat was Allianz. Dat mag ik wel vertellen, want dat staat ook gewoon in het ja, de rest. Ja. Grote verzekeraar. Allianz, Allianz heeft die aansprakelijkheid ook erkend. Maar wat gebeurt er nou? Ik weet niet, ik weet niet waarom dat is gebeurd, maar op een gegeven moment laat die dat slachtoffer dat, 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 uh, die vordering verjaren in gevolg van de, oh. de WAM. De Allianz schrijft op een gegeven moment de brief, nou is het klaar, we stoppen de onderhandelingen. Nou, dan staat er in de WAM, dan moet je binnen drie jaar moet je dan die onderhandelingen weer opstarten. En door het opstarten van die onderhandelingen kun je die verjaring stuiten. Nou, um, daar is hij over gaan procederen en de rechtbank heeft toen gezegd, nee, klaar verjaard. Toen was die advocaat zo slim... om dan vervolgens te zeggen... ja, maar nou kan ik nog de schadeveroorzaker... zelf aanspreken... en dienstverzekeraar op grond van die directe actie. Als weg aan niet naar Rome maar, leidt. Ja, en dat was de vraag of dat wel kon. Want in datzelfde artikel staat... dat als je een, op een andere manier... al je recht kan geldig maken... dan, is dan de, vervalt. Dan, vervalt ja, dan mag de, je niet... Ja, ja, ja. Nou, en dan is de vraag... als je nou die eerdere vordering hebt laten verjaren... Uh, op grond van de wet en verzekering motorrijtuigen kun je dan nog via die achterdeur. Uh, staat er dan een verboden bord bij weg <laughs> van, van artikel 954. Nou, de rechtbank heeft in die zaak gezegd: Nee, dat gaan we niet doen, want je hebt die vordering op grond Klaar. van de wet en verzekering ja. laten verjaren. Je had dat recht, dat heb je niet geldend gemaakt. Dan gaan we niet nou jou nog de mogelijkheid bieden om dan via de directe actie dat recht nog geldend ja. te maken. In hoge beroep heeft het hof echter het slachtoffer gelijk gegeven. Het heeft gezegd, ja, dat, re dat recht bestaat niet meer. Je hebt het, ja, dat, je eigen schuld weliswaar. Maar ja, omdat, je dat, omdat dat recht niet meer bestaat... doet die uitzondering van artikel 954 zich ook niet meer voor. Nee. En kun je gewoon nog de schadeveroorzaker zelf aanspreken... en dienstverzekeraar. Nou, daartegen uh, is dan Allianz in cassatie gekomen. Ik, ik heb... Uh, uh, dat juridisch verweer gevoerd voor het slachtoffer. en de Hoge Raad heeft ons gelijk gegeven. dat wil zeggen, het Hof, het, het hof, uh, het hof gelijk gegeven. en dat arrest bevestigd. Met andere woorden, dat recht, ook al heb je er zelf uh, een potje van gemaakt. <laughs> ja. dat recht blijft gewoon bestaan. om dan in dit geval die ja, tweede weg te bewandelen. Ja, want die vordering was nog niet verjaard. Die... Is, dit een, uh, is dit interessant voor de casuïstiek. of is dit interessant voor de bredere praktijk? Nou ja, in het, in, in het verzekeringsrecht vinden ze dit allemaal best wel interessant. Maar ik, 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 ik moet je eerlijk zeggen dat ik me nauwelijks kan voorstellen. Dat, dat, nog eens een dat, keer dat dit met... nog een keertje gaat gebeuren. Nee. Ja. Zeker. Want, ja. Gaat het dan om veel geld? Of ja, het... dat ging wel. Er was wel forse schade. Ja, je vraagt je dan buiten, niet eens juridisch, maar je vraagt je af waarom liet die persoon. Ik snap uh, Gewoon dag. die weg. Uh, ja, om, heb, zeker heb, omdat Allianz had gezegd: ja. we Ver, accepteren de schade. Vermoedelijk ligt dat wel aan zijn toenmalige advocaat. Hij is, hij is ook naar een andere advocaat gestapt. Oké. Okay. En uh, uh, nou ja, daar heb ik goede contacten mee. En die heeft mij toegebeld: Joh, Klaas, wil jij die zaak in cassatie doen? Oké. Okay. Ja. Um, geldt dit ook nog weer breder qua jurisprudentie? Kan je dan zeggen: als de ene weg uh, om wat voor reden dan ook niet geslaagd is, dan ga je vrolijk verder. Op een andere weg. Nee, dit is, dit dit is zo verzekeringstechnisch is zo zo en zo specifiek. Dus, uh, ja. Klaas, dankjewel. Dankjewel Graag voor je uitleg. Doen. Dankjewel voor je analyse. Uh, en ook natuurlijk bedankt voor je komst hier naar uh, de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Uh, u thuis uh, bedankt voor het kijken naar dit interview.